Dag allemaal, mijn naam is oud-commandeur en ik ben docent bij het Media College. Ik ga jullie vandaag in deze module wat vertellen over gegevensbescherming. Ik zet mezelf eventjes in de hoek. Daar gaat hij. Naast gegevensbescherming is er ook nog een onderdeel dat gaat over privacy. Die geef ik nu niet, maar die volgt op deze module. Er zijn een aantal doelen in deze module die ik hoop te bereiken met jullie. Eén daarvan is dat de docent leert zwaktes te herkennen in zijn eigen digitale veiligheid. Daarnaast leert de docent ook waar de verantwoordelijkheid ligt van de docent. Je kan namelijk niet alles onder controle hebben met betrekking tot gegevensbescherming. En de docent leert ook waarom deze gegevensbescherming zo belangrijk is. Nou, heel veel plezier ermee. Nou, waarom doe ik dit? Eén, scholen kunnen risico lopen om gechanteerd te worden. Dus afgelopen jaar is dit, in 2020, zijn er 31 ransomware meldingen alleen al in het onderwijs geweest. Het is ook een wereldwijde trend, dus denk niet dat die 31 volgend jaar of dit jaar minder worden. Het worden er juist meer. Docenten hebben dus ook veel toegang tot gevoelige informatie. En wat ik ook wel heel belangrijk vind, docenten hebben ook een voorbeeldfunctie naar studenten op dit gebied. Nou, om jullie even een goed beeld te geven van waarom dit zo belangrijk is, wil ik jullie een video van iemand laten zien. Ik ga nog niet de video laten zien. Ik wil eerst even met de vraag beginnen, hoe goed denk jij dat jouw digitale gegevens zijn beveiligd? Dat mag je op een schaal van 1 tot 10, waarvan 1 zo lekker als een mandje. En 10, dat is Superman, maar ook Superman heeft natuurlijk zijn zwaktes, kryptonite. Dus 100% veiligheid bestaat nooit, ga daar nooit van uit. En je antwoord mag je in de chat plaatsen. Ik zie Jof, jij hebt jezelf relatief hoog gezet. Kan jij vertellen waarom jezelf zo, nou ja, niet extreem hoog, maar zo inschat? Eigenlijk meer vanuit beveiliging van mijn eigen systeem. Ja. Thuis. Ik besteed daar wel aandacht aan. Dus ik dacht van, voor zover ik mezelf in het algemeen beveilig, zijn mijn gegevens hier ook veilig. Kan je eens vertellen wat jij doet om je veiligheid te verbeteren? Ja, nou, in ieder geval de algemene praktijk van niet klikken op de verkeerde links en niet surfen naar de verkeerde websites. Ja. Maar de belangrijkste is mijn software. Ik heb een abonnement bij Norton, weet je wel, voor een extra virusscanner eigenlijk. Ja. En Iris, ik zie dat jij hem wat lager inschat. Waarom geef jij jezelf een 3? Nou, dat zit meer eigenlijk in het wachtwoordensysteem. Ik ben gewoon, ik ben daar zo slecht in dat ik denk van, nou, ik kan maar beter bewijs van 3 wachtwoorden hebben voor op meerdere plekken en die gewoon maar herhalen. Dus dat is gewoon niet zo slim, dat weet ik. Maar zet je dan maar schrap, want er komt er straks een goede tip voor je aan, hoor. Ja, bijvoorbeeld, Nee, Media College heeft daar een oplossing voor bij ICT, maar misschien dat je daar dus iets mee kan verbeteren. En wat me opvalt, jullie kijken vooral ook naar wat je zelf kan doen. Maar denk je dat het Media College bijvoorbeeld, dat die iets aan de veiligheid doet? Hebben jullie dat zelf al door? Koen, heb jij dat? Wat denk jij dat het Media College doet om je veiligheid te verbeteren? Ik zou het eigenlijk even zo 1, 2, 3 niet kunnen zeggen. Jeroen, jij misschien? Ja, we moeten allemaal dubbel inloggen en ik moet tegenwoordig mijn mobiel meenemen en ik heb zo'n apparaatje aan mijn pasje hangen. Eerlijk gezegd word ik er af en toe ook een beetje gek van en ben ik ook heel erg bang dat ik van alles nog wat kwijtraak gedurende de weg. Ja. En ik heb ook begrepen van de ICT, want ik had mijn laptop, daar had ik geen wachtwoord op gezet. Ik denk, dat is makkelijk, doe ik hem open, kan ik er zo in. Maar dan schijnt er ook een bepaalde beveiliging niet te werken op de achtergrond. Maar hoe dat dan precies zit, dat weet ik niet. Ja, nou, dat is wel fijn dat ze daar wel iets over gezegd hebben in ieder geval. Want je wachtwoord bij het openen van je laptop, dat is wel heel belangrijk. Ik ga er eventjes door.
Nou, wat ik eigenlijk ook, wat ik net al aangaf, hè, ik heb voor jullie een video klaarstaan. Het is een interview, nou niet echt een interview, maar deze meneer, dat is de eigenaar van een bedrijf dat heet De Smaak Specialist. En die heeft zelf te maken gehad met een hack van zijn bedrijf. En ik wil jullie die eventjes laten zien. En ik ga eventjes opnieuw mijn scherm delen, want ik heb hem zonder audio gedaan. Of niet? Nee, niet. En daar komt hij. Oh, ik had hem hier al. Als iemand even kan aangeven of het geluid het doet. Goedemorgen. Geluid doet het. Bijzonder welkom aan jou en fijn dat jij je verhaal wil doen. Ik zou het niet kunnen, maar helaas zijn wij niet een aantal jaar geleden, maar afgelopen jaar inderdaad op een hek gepakt, zeg maar. En onlangs nogmaals door onze belangrijkste partner die gehackt is. Jullie weten allemaal dat Albert Heijn geen kaas meer had. Nou, dat is dezelfde partij die ons helpt bij onze logistiek. Ik ben inderdaad twee keer gepakt. Ik mag zeggen dat het niet heel fijn voelt. En wat er gebeurde is, we kwamen op kantoor in de onderstelling dat we onze IT best oké voor elkaar hadden. En natuurlijk kan het altijd beter. Maar er stond iemand appte in de groepsapp van, joh, ik kan niet in de server. Ik kan iemand even kijken. Nou, puntje bij paaltje, een half uur later, zoals onze IT duidelijk, dat stond er een berichtje. Dat we gehackt waren en dat we naar een bepaalde chatfunctie konden. En die chatfunctie was ongeveer net zo goed, of misschien wel beter dan die van de KPN, waarin er stond dat we gehackt waren. Nou, op dat moment zag je wereld in duigen, want ja, je wilt aan het werk. Er zitten hier 35 mensen op ons kantoor en indirect zijn er veel anderen ook van ons afhankelijk. En waren we down. Dus ja, volledige paniek, wat nu? Gevolgd door keuze om de politie te het IT-bedrijf aan te halen en op zoek te gaan naar iemand die ons kon helpen. Nou ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan. En we hebben hier tot 's nachts later gezeten in de veronderstelling dat wij probeerden zelf op te lossen met onze beveiliging, met onze backups moet ik zeggen. Helaas hadden wij een zestal backups, maar allemaal besmet. Dus de tip van de week, die krijgen jullie straks ook, denk ik, is om toch op een andere manier je backup te gaan organiseren. Maar helaas was onze backup niet te herstellen. Er werd ons wel hoop geboden om de backup te kunnen restoren op een of andere manier. Maar uiteindelijk is dat helaas niet gelukt. Ja, ondertussen moest ons bedrijf ook verder. En hebben we ook klanten die dagelijks de goederen van ons willen ontvangen. Dus zijn we genoodzaakt om in alle ijl onze een vervangend IT-netwerk op te bouwen. Dat hebben we ook gedaan. Dat is uiteindelijk aardig gelukt. Onze klanten zijn uiteindelijk niet geraakt. Maar wel een hoop gedoe. En nou ja, door 2-3 maanden erna nog last. En nog steeds elke dag last. Van de impact die dat met gehad heeft. Omdat we uiteindelijk niet alles hebben kunnen herstellen. Maar even terug naar het begin. Je krijgt een bericht. Er zijn 6 sleutels in je programmatuur gezet, die naar alle waarschijnlijkheid al een week of 3-4 bij ons meekeken, om te kijken van hoe kunnen we deze mensen raken. Dus in die nacht van die maandag op dinsdag is er, zijn we plat gegooid en bleken we dus 6 sleutels te moeten kopen. En die sleutels waren €60.000. Dus ik was in de blijde verwachting €60.000, nou dat is te overzien. Maar het was niet €60.000, het was 6 keer €60.000. Dus het ging over €360.000. We zijn eigenlijk geen zichtbare firma, maar €360.000 is een enorm hoeveelheid geld. Dan zie je ook maar over te maken aan een cyberorganisatie waarvan je niet weet of die van te vertrouwen is. Gelukkig hebben we een bureau in de hand gehad die ons goed geholpen heeft. En die heeft verteld van dat deze mensen op zich betrouwbaar zijn. Je wilt haast niet geloven. Maar er is ook een betrouwbaarheidsindex blijkbaar online te zien over cybercriminelen. In de wetenschap, als ze je goed helpen, ze een goede naam krijgen. Dus als je gehackt wordt, kun je met alle plezier met hun betalen. Dus hun levensbetrouwbaarheid was zogezegd goed. Maar in die end heb ik die avond zwaar onderhandeld. Maar uiteindelijk toch gedacht van ja, ik ga je echt niet betalen. Dus, hoe kan het zo zijn dat ze bij me inbreken en ik wil het niet. We hebben toen alle mannenmacht die nieuwe service opgebouwd. En uiteindelijk live gekomen.
Maar goed, de backups die hebben we uiteindelijk besloten op donderdag. Dus dat is 4-3 dagen daarna. Toen we na heel veel overwegingen hebben gekeken of we ze konden herstellen, toch maar te betalen. Het gaf het volgende probleem, want uiteindelijk moet je betalen in niet in bitcoins, dat zou je nog willen, maar in moreno's, daar nou, nooit van gehoord. Nou, alleen het moreno's verkrijgen kostte al €3000, laat staan hoeveel geld. Maar puntje bij paaltje hebben we het kunnen herstellen, maar niet alle data waren uiteindelijk helemaal compleet. We missen nog wat e-mailverkeer. Ja, dat is toch heel vervelend als je de e-mailbox ter informatie probeer inderdaad al je belangrijke e-mails ook op een andere plek te bewaren. Dus we hebben er ook dagdagelijks last van, helaas. Maar tot overmaat van ramp hebben we andere collega's ook gehad, zeg maar, die waar we in werken, die last hebben gehad. Ze hebben in december nog een keer een brandmail gestuurd naar al onze partijcollega's, mensen waar we mee samenwerken, om te melden van jongens, kijk alsjeblieft naar wat je aan het doen bent. Ja, desniettemin is toch bakken logistiek nog weer gehackt. En hebben we uiteindelijk 10 dagen stilgestaan. Met de consequentie dat we 1 week totaal €0 omzet hebben gemaakt. Dus impactvol, helaas. Ja, wat jouw vraag? Zo, nou, dat was Pieter van de Smaken Specialist. Nou, zijn bedrijf die heeft daar flink onder te lijden gehad. Nou, waarom denk jij, denk er eerst eventjes over na natuurlijk de vraag, waarom denk je dat iemand jou of het mediacollege zou willen hacken? Dus de smaakspecialist is gehackt, maar wat zou nou bij het mediacollege, wat zouden ze nou kunnen halen, denk je? Kijk. Data. Ja, Frank, data. Wat voor data? Maakt niet eigenlijk privégegevens, want alle data is macht. Je kan dingen ook verkopen weer, dus in dat opzicht data in de breedste zin. Ja, inderdaad. En ik zie Joff in de chat, die zegt net als bij de Universiteit van Maastricht, geld. Ja. Ook een hele belangrijke natuurlijk, geld. En op welke manier verkrijgen ze dat geld dan, Joff? Ik zou denken, ook bitcoin, digitale valuta. Ja, nou, ik bedoel, ze vinden natuurlijk digitaal geen zakje geld. Maar welke manieren zijn... Ja, dat is, ze geven je inderdaad de mogelijkheid om je data terug te krijgen. De sleutel om te decoderen. Ja. Nou, dat zijn inderdaad hele belangrijke dingen. Ik zeg even kijken, ik wil hem even vanaf hier presenteren. Kijken of je dat doet. Nee. Niet waarom hier. Nou goed. Ik heb een aantal voorbeelden inderdaad. Dus heel veel data om door te verkopen. Dus denk aan persoonsgegevens. Nou, dat is bij het Mediacollege bijvoorbeeld wat meer. We hebben heel veel persoonsgegevens hebben we. Maar denk ook aan bedrijfsgeheimen en ontwikkelingen. Dus je hebt allemaal chipmakers in Nederland die heel veel nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, die worden natuurlijk, dat is natuurlijk een goudmijntje als ze die vinden. Chantage. En dan moet je niet alleen denken dus aan het hele mediacollege met ransomware, maar het kan ook persoonlijke chantage kan het zijn. En stel dat je een bepaald soort foto's op je telefoon hebt staan die je liever niet wil dat anderen hebben. Kan dat dus ook een middel zijn van chantage. Nou, er zijn bij een hack, dus voordat een hack eigenlijk begint, zijn er verschillende fases. En... Nou, die fases, wat ik heb geleerd en vond ik heel bijzonder, is dat je per fase soms wel een verschillende partij hebt die daarin gespecialiseerd hebt. Dus fase 1 is het infecteren van de computer. Dus hoe wordt een computer geïnfecteerd? Dat kan zijn dat het via een mailtje waar je op klikt en dan wordt er iets geïnstalleerd op je computer. Maar denk ook aan, je hebt een app heb je gedownload op jouw telefoon. En die app, die heb je niet officieel via bijvoorbeeld de Play Store of iTunes Store. Wat is het bij Apple ook alweer? De Apple Store. De app, ook van de Apple Store, ja. Dat je een niet officiële app hebt gedownload. Nou, dus het eerste is wat er gebeurt is infecteren van de computer. Vervolgens
gaat in fase 2 gaan ze kijken, oké, waar kan ik allemaal bij? Hoe kunnen we de organisatie hard raken? En dat zag je bij die meneer van de smaakspecialist. Ze waren eigenlijk al weken waren ze gehackt. Alleen ze hadden het, ja, de hackers waren eigenlijk nog aan het kijken wat er allemaal was. Nou, vervolgens in fase 3 wordt er zoveel mogelijk belangrijke gegevens worden er gestolen. En bij fase 4, dus dan wordt de ransomware wordt geactiveerd. En dan worden dus eigenlijk, wat je zag bij die bedrijven ook, dan wordt je gegevens, die worden gegijzeld. En wat wel, fase 5 is de afpersfase. En wat ik heel bijzonder vind bij die afpersfase, je hebt gewoon een helpdesk, en die kan je bellen. En als je niet weet hoe je bitcoins moet kopen of overmaken, dan is daar een helpdesk die jou dus helpt met het kopen van bitcoins en het overmaken van die bitcoins. En zelfs, en dat is een soort van een trap terwijl je al op de grond ligt misschien een beetje, maar zelfs vertellen de hackers aan het einde nog hoe ze bij jou zijn binnengekomen. Dus er zit een heel systeem, een heel bedrijfsplan zit hierachter. En elke fase in bij die hack, die wordt ook weer, daar zijn dus mensen, bedrijfjes die daar weer hun specialiteit in hebben. Nou, bij gegevensbescherming, wat ik net al zei, je kan niet alles doen als mens. Er zijn eigenlijk drie belangrijke driehoeken hierin die ervoor zorgen dat je continuïteit en je digitale veiligheid optimaal kunnen zijn. Dus wat komt daar nou bij kijken? Nou, als eerste heb je natuurlijk de techniek. Want als je computer niet up-to-date is of als het netwerk onbeveiligd is, dan maakt het niet zoveel uit hoe goed jij als mens met de techniek omgaat. Dan kan je hier, in ieder geval, ik zie dat ik een tekstje moet weghalen, dan kan je hier al op falen. Dan hebben we de tweede, en de docent heeft hier veel invloed op, dus dat is de mens, dat zijn wij natuurlijk, dat is de omgang met het systeem. Dus denk bijvoorbeeld aan een wachtwoord, dat je weet, oké, ik moet niet altijd hetzelfde wachtwoord gebruiken, dat is niet handig, ik moet niet op onbeveiligde netwerken gaan zitten, dat is niet handig. De mens blijkt ook de zwakste schakel in de meeste gevallen te zijn. Dus 70%, of meer dan 70%, van alle ransomware aanvallen die de oorsprong, het begin, begon bij de mens. En dan hebben we de laatste, beleid en processen. En dat is eigenlijk, dat is techniek en dat is de mens een beetje samen. Dus de mens die moet leren omgaan met die techniek. En daar heb je beleid voor nodig, of dus processen. Dus denk bijvoorbeeld als voorbeeld, welke afspraken zijn er? Hoe wordt er geacht dat de docent omgaat met zijn of haar wachtwoord? Wordt er bijvoorbeeld voor jou, jij krijgt een wachtwoord, wordt er aan jou gevraagd, hier is je wachtwoord, maar één keer in de maand moet je dat wachtwoord gaan aanpassen, zodat het wel veilig blijft. Mag een laptop dus ook voor privégebruik gebruikt worden? Dat zijn allemaal dingen die vanuit beleid en processen afgesproken kunnen worden. En de docent heeft hier enige invloed op. En die enige invloed is dus als die beleid en processen er zijn. Dus als je zegt, Outger, je mag niet met je laptop, mag je niet voor privé gebruiken, of je mag niet op het netwerk van de McDonald's bijvoorbeeld zitten. Nou, dan is het idee natuurlijk dat je daar ook aan houdt. Nou, ik hier een vraag, die hoef je niet gelijk te beantwoorden, maar kan je eventjes over nadenken. Waarom kunnen cybercriminelen tegenwoordig eenvoudiger hun slag slaan? Nou, denk er eventjes over na. Neem ik even een slokje koffie. Ik zag net dat Ton had ook nog een vraag, denk ik. Ik ben hem weer helemaal kwijt. Oh ja. Zegt op een mailtje klikken. Is het alleen al op de mail te openen, is dat hem? Of een link die erin zit? Welke twee nou? Het is eigenlijk altijd de link die erin staat, of het bestandje wat je downloadt. Ja, maar de mail openen kan op zich geen kwaad. Wat je ook ziet is dat tegenwoordig bij het medecollege, als jij een mailtje krijgt met daarin een linkje of een bestandje, dan zie je ook dat die van tevoren gescand wordt. Dus voordat je hem opent, wordt er eerst nagegaan, stel dat Ton er per ongeluk op klikt, is hij wel veilig.
Maar als ik maar MV start, staat er niet veilig. Ja. En toch gebruiken we hem. Hoe kan dat? Ja. Nou ja, kijk, het is niet wat ik net al zei, hè, 100% veilig alles. Je moet ook nagaan wat valt er te halen bij mijn AMV. En... Ja, maar als jij wij vinden dat dat veilig moet zijn, dan moet ook studenten en andere gebruikers meteen kunnen zien. Als ik zie niet veilig, of mijn laptop of mijn browser zegt deze site is niet veilig, sluit ik hem meteen af. Ja. En toch gebruiken we hem. Dat vind ik dan heel bijzonder. Ja, het is in ieder geval waar jij het over hebt, is dat het slotje natuurlijk in de adresbalk. Ja, het slotje, euro. Wat zei je? Die koop je voor 3 euro, dat is geen garantie. Ja, nou dit is in ieder geval zoiets waarvan ik zeg, hier heeft de docent een minimale invloed op. Dus het is een stukje van, ja, wij moeten het bij ICT aangeven. Aan de andere kant moet ICT dat dan ook uitvoeren. Okay. Dus dat zou bijvoorbeeld een heel belangrijk proces zou dat kunnen zijn. Dat zegt, nou, als er een domeinnaam aangevraagd wordt, moet die altijd een groen slotje hebben. Moet die altijd encrypted zijn. Ja, juist. Ja. Ik zie al wat antwoorden. Ik zie waarom natuurlijk de vraag waar we net waren. Waarom kunnen cybercriminelen tegenwoordig makkelijker of een slag slaan? Nou, makkelijk hoeft niet per se. Nou, ik zie Jovia zegt professionalisering van hacking software. Heel belangrijk inderdaad. Je kan gewoon hacking software kan je kopen op het dark web. Daar betaal je 1000 euro voor en dan kan je je slag slaan. Even kijken. Ja, Jeroen, jij zegt, vertelt een hele hoop. Hè? Hoeveelheid digitale bestanden, apps, afhankelijkheid is heel belangrijk. En je moet er tussenuit, zie ik. Nou, er zijn 5 belangrijke onderdelen. Veel meer software, dus vergelijk het met 15 jaar geleden misschien als je nog in het onderwijs zat. Dat je veel minder software dan nu. Toenemende IT-complexiteit. Nou, dus ook mijn tip, gebruik alleen apps en software via de officiële kanalen. Dus ga niet eigen programmaatjes installeren waarvan je natuurlijk de herkomst niet kent. 2. En dat is vooral met corona is dat ontstaan, werken buiten het kantoor. Onvoldoende beveiligde verbindingen, dus iedereen heeft natuurlijk thuis zijn eigen netwerkje geïnstalleerd. Maar ga ervan, ja, je werkt met jouw laptop, met al die gegevens, werk je op een netwerk wat niet zo beveiligd is, niet zo goed beveiligd als dat van het Mediacollege. Of nou ja, bij natuurlijk andere bedrijven. Weten ze ook niet wat er buiten de bedrijven qua netwerken, ja, of dat wel veilig genoeg is. Nou, dus een belangrijke is dus, gebruik alleen vertrouwde netwerken. Ga nooit, en dat is echt de tip van de dag volgens mij, ga nooit op een openbaar netwerk zitten waarbij je geen wachtwoord hoeft in te vullen. Als je graag gehackt wil worden, dan moet je dat vooral doen. Dan wil je zeggen, nou, ik wil niet gehackt worden. Dan moet je vooral niet op dat soort netwerken gaan zitten. Dat zie je vaak op vliegvelden. Kwetsbaarheden krijgen onvoldoende aandacht. Nou, Tom, jij gaf er net al eentje aan. Een kwetsbaarheid eigenlijk, hè? Een onbeveiligde verbinding voor MAMV. Ga ervan uit dat 100% veiligheid niet bestaat. Dus wat je vaak ziet is dat, dat noemen ze de kroonjuwelen van het bedrijf, die worden altijd heel zwaar beveiligd. Dus als je bijvoorbeeld medische gegevens van studenten, die worden meer beveiligd dan bijvoorbeeld een e-mailadres. Bewustwording. Nou, ik gaf het net al aan, meer dan 70% van de incidenten die begint bij een medewerker. Dat komt vaak binnen via phishing mail, dus spammailtjes waar toch per ongeluk op geklikt wordt. Nou, dus tip, open geen berichten of onbekende bestanden die je niet verwacht. En vooral dat, verwacht je het niet, ken je deze persoon niet, open het niet. Heb je het toch per ongeluk gedaan? Sluit je laptop gewoon af, zorg dat je geen verbinding meer hebt op het netwerk en breng het je computer naar ICT. En dan kunnen zij eigenlijk kijken van, is er iets gebeurd wat niet door de beugel kan. En, nou, deze speciaal voor jou Iris, wachtwoorden. Veel mensen gebruiken dus standaard wachtwoorden. Dus, en met standaard wachtwoorden denk je bijvoorbeeld aan welkom 1. Maar ook vaak wachtwoorden die vaak gebruikt worden. Dus ook al heb je een heel complex wachtwoord,
Betekent nog niet dat het een veilig wachtwoord is. Want als je een heel complex wachtwoord hebt en er was laatst een datalek was er bij allekabels.nl. Daar had ik toevallig kabels had ik daar besteld in verband met mijn verbouwing. Ik had gelukkig geen account aangemaakt. Dus voor mij waren er geen wachtwoordgegevens buitgemaakt. Maar als jij dus jouw schoolwachtwoord op een website gebruikt die die op een gegeven moment gehackt wordt, dan kan je ervan uitgaan dat die gegevens, die wachtwoorden, ergens op het dark web te koop staan. Dus dat mensen erbij kunnen. Tweestapsverificatie hebben we gelukkig bij het Mediacollege. Je ziet MFA is de officiële afkorting daarvan. Dat staat voor Multifactor Authentication. Geen wachtwoordbeleid kan je aan denken. Dus ik vind zelf het wachtwoord van wat wij standaard krijgen heel slecht. Nou, je hebt dus als tip Dashlane. Het Mediacollege biedt Dashlane aan. Dat is een programmaatje wat jou eigenlijk helpt met het organiseren van jouw wachtwoorden. Hoef je niet al die wachtwoorden te onthouden. En wat heel fijn is, stel dat je een wachtwoord hebt gebruikt en dat wachtwoord is had je bij allekabels.nl had je dat gebruikt. En die staat te koop op het dark web. Dan helpt Dashlane, die scant dat eigenlijk. Die weet van oké, jouw wachtwoord is gehackt. Dus dit wachtwoord moet je gaan aanpassen. Dus het helpt jou niet alleen met het onthouden, maar ook met het veilig maken van jouw wachtwoorden. Of het veilig houden. Outer. Nou, Iris? Hoe werkt dat dan bijvoorbeeld met... je kan bijvoorbeeld op de Apple kan je ook je wachtwoorden terughalen die je ingevoerd hebt voor bepaalde websites. Ja. Hoe is dat zo'nzelfde principe dan? Dat is eenzelfde principe. Ik weet niet of je het in de cloud voor je opslaat. Of dat hij het lokaal op jouw computer opslaat. Het zijn dat twee verschillen. Want stel dat jij een nieuwe laptop krijgt en alles staat op die oude laptop, al jouw wachtwoorden, dan heb je een klein probleempje natuurlijk. Ja. Dus daar moet je op letten. Het is meer een, Google Chrome doet dat ook. Dan kan je wachtwoord onthouden, kan je altijd aanklikken. En dat onthoudt hij zeg maar in mijn Google account. Ja, precies. Ja, ik denk eigenlijk ook dat het in je Apple ID zit, inderdaad. Ja, dus dat maar is dat wel veilig? Het is, als je hetzelfde... Het adviseert je niet. Het zegt niet van, oh Iris, ik zie dat je dit wachtwoord al 20 keer gebruikt hebt. Misschien moet je eens een ander wachtwoord gebruiken. Dat doet het niet. En dat doet bijvoorbeeld... Google doet het ook niet. En Dashlane die doet dat dus wel. Die kijkt van, oh Iris, ik zie dat je dit wachtwoord hebt gebruikt op deze website. Ik zie dat je het 10 keer... ergens anders ook nog hebt gebruikt. Maar die een van die 10 websites waar je dat nog een keer hebt gebruikt, die is een keer gehackt geweest. Dus al deze wachtwoorden, die moeten aangepast worden. Oké. Okay. Dus het helpt jou dus ook met die veiligheid, ja. Oké. Okay. Ja, ik hoor ik. Ja. Is het ook zo dat op het moment dat je het in de cloud hebt en je computer wordt bijvoorbeeld gestolen of zo, heeft dat dan ook invloed op dat ze dan gewoon bij jou, omdat je dat, ja, misschien heb je het niet afgesloten of zo, dat ze er dan toch in kunnen? Dat vind ik altijd zo eng om het te bewaren ergens in de cloud. Dat ik denk van, oh my god. Ja. Nou, het is nooit 100% dus veilig, maar als je het in de cloud zet, dan is het, laat ik zo zeggen, dan kan jij het zelf niet veel beter doen. Maar laat jij je laptop openstaan met alles van je cloud open op het treinstation, weet ik veel, waar 100 mensen langslopen. Ja, dan is het alsnog niet veilig. Zie je? Dus dat is ook, hoe ga je ermee om? Maar als jij je wachtwoord in de cloud opslaat, dan is het over het algemeen wel veilig. Als jij je laptop gewoon netjes sluit, als je niet bij je laptop bent, en als je je laptop opent, moet je een wachtwoord invullen. Meer kan je niet doen. Oké. Okay. Outger. Ja, Tom? Als ik 's morgens, laat ik zo zeggen. Als ik als ik hem afsluit, moet ik hem ook weer opstarten. En dan gaat het precies zoals het wat net ook allemaal geschetst werd. Maar op het moment dat ik mijn laptop dichtgooi en ik ga naar huis en ik denk ik ga nog even op magister. Ik open hem weer en de site is gewoon nog steeds toegankelijk. Ja. Dat was vroeger niet zo. Een aantal jaren terug was dat niet zo. Als je één keer die laptop dicht deed of je werd en je deed hem weer open, dan was het weer opnieuw inloggen. En ja. Ik vind eigenlijk alles staat gewoon, dan staat het gewoon open. Ja. Als jij inderdaad jouw laptop,
wordt gezien als een veilig device. Dus als jij jouw laptop, het is ook per magister per dag. Dus stel dat jij jouw laptop dicht hebt geklapt. Dan is eigenlijk het eerste slot wat open gedaan moet worden, is dat wachtwoord wat jij hebt. Ja, van mijn laptop. Ja. Van jouw laptop. Als iemand die heeft en die zit dan bij jou op een ander netwerk. Dus stel dat ik met mijn laptop naar de buurtboerderij hier loop. En iemand slaat hem open en magister staat daar open. En als het goed is, dan herkent het systeem dat je op een netwerk zit waar je normaal gesproken niet bent. En dan zou je dus wel weer opnieuw moeten kunnen inloggen. Nee hoor, want thuis kom ik toch ook op een nieuw netwerk. Ja, maar thuis is al een netwerk waar jij al een keer waarschijnlijk op hebt ingelogd. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Ja, en sowieso... Dus? Wat zei je? Dat is policy, dat is beleid. Ja, dat is policy. Oh. En nou, die tweestapsverificatie, die is eigenlijk heel belangrijk is die geweest in de veiligheid. Want eerst had je alleen dus je standaard wachtwoord nodig. Ja. En nu zit er nog een obstakel zit daarbij. Ja, klopt. Ja. Nou, ik hoop dat je een hoop hebt geleerd of nieuwe inzichten hebt opgedaan. Mocht je nog een vraag hebben, dan kan je die in het onderstaande opmerkingenveld kan je dat invullen. En wie weet, tot de volgende module. Tot ziens!